Zon 2 gespeeld, 4 voorafgaand aan deze wedstrijd. Ik denk op de heenweg dat je best wel getekend zou hebben voor 3-5. Maar nu ga je toch chagrijnig naar huis. Ja, klopt. Waar ben je het meest chagrijnig over? Over een aantal zaken. Ik denk de doelpunten, hoe we die tegenkrijgen. Dat vind ik niet goed. Laten we beginnen bij de 1-0 dan, als je het goed vindt. Ja. Ik hoor dat jullie bij corners mandekking, daar leek het niet naar. Nee, klopt. Goh, wat stonden die mensen vrij zeg, ja. Bij de eerste aantal corners. Ja, ja dus kijk, we hebben niet heel veel grote jongens in het elftal. Ja. Maar hier draait Thomas volgens mij zijn bips erin plaats van dat hij er wel aan gaat. Dus ja, we verdedigen daar niet goed, simpel zat. Ja, mensen die uit je rug vertrekken als je in de mandekking, dan dan verdien je stokslagen, toch? Ja, nou, als Storm doet bij ons de spellenvattingen. Die geeft altijd wel aan tegen mij van, joh, hou je er wel rekening dat we ook af en toe zijn spellenvatting tegenkrijgen? Want er staan natuurlijk heel veel jongens van onder de 1,50 meter op, hè? Dus ja, aanvallers die moeten verdedigen, maar het is niet goed. Maar dekken is dekken. Ja, heb je maar gelijk in. Maar ja, weet je, verdedigen is ook verdedigen. Ja. Dat moet je ook kunnen, hè? Ja. Waar ben je wel tevreden mee? Nou, over het feit dat we 3 doelpunten hebben gescoord. Dat we achter zijn gekomen. Lef getoond? Ja, veerkracht. Ik denk, als we nog iets beter aan de bal worden. Want er lagen op een gegeven moment echt wel veel ruimtes. Dan vind ik echt dat we veel rustiger moeten blijven. De juiste keuzes aan de bal moeten maken. Dan kun je deze wedstrijd gewoon winnen. Ja, in de eindfase is het gewoon vrouwen en kinderen eerst. Ik bedoel, als je gewoon heel realistisch naar het wedstrijdbeeld kijkt, hebben zij gewoon genoeg kansen gehad om ons pijn te doen. Dat hebben ze nagelaten of we hadden een goede keeper in de goal staan. Maar als jij in de 95e minuut, 94e minuut voor staat met 3-2, moet je die wedstrijd gewoon winnen. En wat er gebeurt allemaal daar in die laatste minuut, ja, dat is gewoon bizar. Dat is gewoon slecht. Ben je boos op je aanvoerder van Paul? Ja. Ja, wat teleurgesteld vooral omdat hij vandaag zijn 400e wedstrijd speelt. Ja, weet je, en dan sta je 3-2 voor. En het is gewoon ook een rode kaart. Ik weet niet wat de VAR aan het doen is in Zeist. Hij is gewoon denk aan het slapen, want hij gaat gewoon vol op zijn knie staan. Maar dat maakt niet uit. Maar hij moet zich gewoon niet laten verleiden door deze jongen aan te raken. Maar jij vindt het ook een rode kaart voor Utrecht? Ja, volgens mij staat hij toch vol op zijn knie. Ja, volgens mij doet hij niet expres, John. Ik heb hem een paar keer gezien. Ja, maar ja, weet je, bij ons worden er ook gewoon 2-3 mensen uitgeschopt vandaag. En dan gebeurt er helemaal niks. Maar goed, Bram moet zich inhouden. Ja, volgens mij Bram moet zich inhouden. Maar hij staat toch vol op zijn knie. Dus, maar ja, weet je, ik ga niemand rood aanpraten. En ik ga ook niet huilie-huilie doen. Wij moeten gewoon zorgen dat we niet in die situatie komen. Weet je, alles kun je interpreteren zoals het jij vindt moet. Als je 400 wedstrijden gespeeld hebt, mag je dat niet overkomen. Dat vind ik, ja. Ja. En dat vindt hij zelf ook, denk ik wel. Dus ja, wat ik zeg. Jij vroeg een mooie wedstrijd met veel doelpunten. Maar ja, die heb je gekregen, Hans. Dus fijn weekend. Nou, kom volgende keer. Volgende keer kom ik weer. Alsjeblieft.